Wening volgen Tour op de televisie. Manon Kamminga wisselvallig op EK Skilrien. En Jan de Jonge viel hem thuis bij Heracles. En dit is de sport van maandag 1 juli. Goeien, jonkende, al neem de onderwerpen zo'n week bij de triathlon in Stiens. Wiegint de keertsen. Het retour van der Bosch kan een 30 jaar oud record verbreken. En een echt simmer-item, ijshockey. De grootste talenten uit Ljouwert en het Jereveen komen bij mekaar. Ja, wilst de hutfietsers dwanen binnen maar de belangrijkste wedstrijd van het jaar zit Pieter Wening thuis voor de televisie. De 22-jarige Harkiet glit de Tour onder voorbij gaan en richt het hem in het tweede deel van het seizoen op de wat lietsere meerdaagse koersen. Als de 100ste editie van de Tour de France op Corsica van start gaat, zit Pieter Wening thuis voor de televisie op een Harkema. Wening liet de jubileumeditie van de Tour om hem voorbij gaan. In december had hij in Oelis met de ploegleiding van Orica Greenedge kiezen voor een oorprogramma. Ik ken net alles mee doen. Hè. Ik bedoel, ja, de Giro en de Tour nog eens een keer achter van de roer. Het ken wel, maar ik bedoel, dan best naar de Tour, best gewoon op baan, zeg maar. En nou ja, ik maak het hier nog wel eens ergens als ik nog heen. Dus ik ken net alles mee, meidje. Dus, het kriebelt net? Nee, ik kan me ook genoeg rijden. Ik kan vaak genoeg rijden. Het is ik gewoon een wedstrijd. Hè. Het is net leuker giet als daar onder staat. Dus het is wel het woord van je verwachten. Vijf keer had Pieter Wening de Tour rijden, maar als absoluut hoogtepunt de etappe-oerwinning in Gérardmer. In 2004 drukt Wening zijn chill krekt wat jeder oer de streek als de Duitser Andreas Kleuden. Het verschil is 4000ste van een seconde. Het is nog altijd de laatste etappe-oerwinning van een Nederlander. Wening hoopt dit hier op een nij op Nederlands succes en zet zijn yield daarbij in op Liewe Westra. Ik denk van Valjoer, dat is een schitterende Tour, denk ik. Want, normaal, na zomaar 8 dagen, denk ik dat er al een redelijk klassement zit. En als dan wat achter zit in het klassement, dan kun je in principe alle vrijheid krijgen om er eens een keer in te banen, zeg maar. Dus nou ja, dat, op zich is het wel een hele mooie Tour, denk ik, om te zien als nu een paar weken. Maar ik van Liewe Westra dus lezen er dus mogelijkheden. En het zou toch wat wezen dat dan, als er weer eens een etappewinner is, dat hij dan weer uit Friesland komt? Ja, dat mag eigenlijk wel natuurlijk. Hè. Ik bedoel, maar die eigenlijk wel in de buurt blijven. Net alleen nog in de Tour had Wening succes hoor. Wening wie ik al eens een keer de rapste in de Giro d'Italia. Als hij nou echt nog een etappe pakt in de Ronde van Spanje, jet hij het aan select zeilskip. Want er zijn maar een paar Nederlanders die een etappe pakt haar in alle drie grote rondes. Dat zult dit hier in elk geval net barren, want Wening zit hem in het tweede gedeelte van dit seizoen vooral rochtje op de wat lietsere koersen. Ik richt me dit hier wat meer op de meerdaagse van de week, zeg maar. En, de Ronde van Polen, begrijp je? Ronde van Polen en nou ja, de Canadese wedstrijden. Lombardije, dat ben wedstrijden waar ik eigenlijk meer om in trekken kom, zeg maar. Dat is echt, dat ben meer wedstrijden wat mijn parcoursen binnen, zeg maar. Dus ja, ik focus me eigenlijk meer op dat soort wedstrijden die me eigenlijk het beste lezen nou. En in plaats van dat ik oerel wat wedstrijden rien en vierste volle door. Dus dit is eigenlijk wel, deze onderpak is eigenlijk wel beter zo. Op zo'n 20 juli riet Wening weer een koers, want dan is de ronde van Polen. Ja, Pieter Wening zit dus thuis, maar Liewe Westra liet hem jutsen in de Tour de France. Westra zit lang in een kopgroep van 5 man, maar 12 kilometer voor de finish waren ze inroen. De winst ging naar een ploeggenoot van Pieter Wening, de Australiër Gerrans van de Green Edge ploeg woendersprint van een Utinna peloton. Sagan, die waard het twadde. Op het EK Skilrien in Amere is Manon Kamminga poerbest uit aanzetten. Die een 20-jarige inwester van Houderwijk woont sneu, goud op de 10 kilometer afvalkoers. Kamminga werd zoen als de kopvrouw van het Nederlandse skielriem. Ze wist de laatste 2 EK's al goud te pakken op het 1000 meter. Snel kwamen ze 2 keer in actie. Eerst op een 400 meter sprint. En jongens zie je de 10 kilometer punten afvalkoers op het schema. Voor de jonge Rijn is Manon Kamminga de onbetwiste koningin van het skielriem. Dags wie het net vanzelfsprekend dat ze voordalig goud hellen. Want Manon riet mij een brutsen toemer. De Houderwijkse had vaker ongemakken voor een groot titeltoernooi. Ja, klopt. Dat is nu al de 2e keer inderdaad dat ik na een blessure goud haal. En mijn vader zegt ook altijd dat het bij me hoort en dat ik er alleen maar beter van word. En ideaal is de voorbereiding natuurlijk niet. Dus ik hoop het in de komende jaren toch wat minder te doen. Snijn stit ze in de hele finale van de 500 meter sprint. Ze maakt bij de beste 2 eindigen. Maar ze had een heel sterk deelnemersveld. Manon, dochter uiterste best, zit hier in derde positie.
maar moet dus in die laatste bocht ergens een gotje zien te vinden om nog bij de beste twa te komen. Op het 300 meter wie ze jeder disqualificeren en hier is ze krekt te let voor een plak bij de beste twa. Ja, nee, ja, net niet. Wel jammer, want 500 kan alles gebeuren, vooral in de finale. Dus ja, dat was jammer, het ging lekker, maar ik kwam inderdaad net 200 tekort. Er zitten meer Friezen in de finales. Dit is Mark Horsten, van origine van Houwerwijk. Hij had een plaats voor de finale van de 500 meter sprint. Bij hem nog een Nederlander, Michel Mulder. En die rieden dan zien een Fransman en een Italiaan om het EK-goud. En het is Michel Mulder die direct op kop komt. Horsten op het derde plak. Maar het is een heel sterk deelnemersveld en het tempo lijkt verscorende heeg. Maar het is Michel Mulder die die koppositie vasthouden kan. Goud wint en Horsten valt krek boeten het podium. We zeiden vooraf, we gaan voor goud. Ik bedoel, als je met z'n tweeën van de vier zit, ben je in het voordeel. En medailles hebben we allebei al. En gelukkig is het gelukt. Ja, hij wint goud. Ik heb helaas geen medaille kunnen halen. Maar ik verwacht wel dat mijn afstanden nog komen. Morgen de Flying Lab. En de dag daarna de 1000 meter, waar ik vorig jaar ook een medaille op had. Dus ik hoop dat mijn afstanden nog komen. De vrouwen hier op Sneun al het eerste goud. Manon Kamminga won de 10 kilometer afvalkoers. Met een heel soort steun van Elma de Vries. En ze hoop je nou weer op ere metaal. Vooral mijn teamgenootjes waren ook op stoom. En ja, vooral ook Elma, die heeft heel veel op kopwerk voor me gedaan. En ik hoefde hem alleen maar af te maken. En dan is het peloton van start voor 50 rondjes de puntenafvalkoers. En de Nederlandse vrouwen domineren van oud begin. Had de koers onder controle en zij bepalen wat er gebeurt. In een rin van de koers zijn er punten te verdienen en die de meeste punten had, die mij haar de kampioenen nemen. En daar de demorage van Irene Schouten. 21 hier uit Andiek, ploeggenoten dus van Elma de Vries en Manon Kamminga. En zij krijgt de ronde. Mij trof dat Manon Kamminga het hele peloton afstoppert en het gotje vallen liet. Maar dan, in een poging zelf ik nog een puntje te pakken, Geert. Kamminga zelf onderuit. Je hem rieden met je draaien, had je hem voor goud, zilver en brons gaan. Ja, ging ook. Ik denk ook dat het had kunnen lukken. Maar nou ja, goed, weet je, zulke dingen gebeuren soms. En dat was mijn eigen fout. Ik zag dat die Duitser naast mij kwam. En ik dacht, nou ja, ik had het wel gehad. Maar ik dacht, als hij een spagaat doet, dan weet ik niet of het wel lukt. Dus ik dacht, ik moet ook maar voor de zekerheid een spagaat doen. En ja, stom. Einde wedstrijd dus voor Manon Kamminga. Maar nog altijd is het Irene Schouten die toch die hele grote voorsprong een heel soort punten pakt had. En zij pakt op een ei goud van Nederland. Elma de Vries wordt krekt vierde. Namens Nederland weer een gouden medaille. Nou, dat krekt naast het podium. Je bent goed bezig dit EK. Ja, met tot nu toe vijfde en vierde plek ook voor mij. En twee keer goud waar ik wel behoorlijke bijdrage aan heb kunnen leveren. Dus ik ben reuze tevreden en mijn dagen komen nog op de weg. Dus het komt goed. Hoeveel noemers stonden van nog op het programma? Nog vier op de piste, dan nog vijf op de weg. Nou, ik denk ook vier op de weg, denk ik. En dan nog de marathon. Dus dat is nog wel heel wat. Ik ga nu niet opgeven, hè? Hij is een weekendwaande bij Heracles, maar viel hem er nu al thuis. Jan de Jonge is de nieuwe trainer bij Heracles Almelo. Vlien weken pas binnen de laatste plooien gladstrutsen en koe de oergang van Jereveen naar Almelo trok in. De jongen bleef op het Jereveen wijnen, maar het nou al het gevoel dat er goed zit bij Heracles. Verslagjouwer Roelof de Vries kreeg een roenliering bij de nieuwe club van Jan de Jonge. Omroep. Dit is wel wat anders dan het Abel Entra Stadion. Ja, het is kunstgras, hè? Ook dat? Ja. Het is heel anders. Het is besloten. Het is directe contact met de mensen op de werkvloer. Het is vergelijkbaar met hoe de Graafschap in elkaar stak in die tijd dat ik daar was. Ja, en de mensen zijn heel erg betrokken bij de club. Dat is hartstikke duidelijk. Nou, ik ben wel even benieuwd naar het stadion en dergelijke. Ik zou zeggen, ja. Nou ja, goed. We gaan even een rondje doen. Ja, dat is prima. Ja? Ja hoor. Mooi. Nou, er is niet zo heel veel anders dan bij Heerenveen. Nee. Breek je nek voorzichtig, zou ik zeggen. We kunnen hier langs, denk ik, maar misschien is het handiger om hier langs te gaan. Ja. Nou al gesloten deuren voor je.
Nou, ik denk dat het komt omdat ze hier nog wat ruimtes hebben om dat extra te trainen. Oh, ja. Het wordt tijd voor een nieuw stadion en volgens mij komt het er ook. Ja, dus, ja. Dus, ja. Ga je dat, hoe lang gaat dat duren nog? Nou, ja, dat is onbekend, maar 2 jaar denk ik. Althans, ja. Anders met bouw erbij. Hier mag ik de komende tijd domicilie houden. Met de technische staf? Technische staf, ja. Hier overleggen we veel. Daar heb ik een kantoortje of een bureautje om wat te doen. Alles is hier compacter, dus het mooie is, er staan nu een spelersom. Ja, kijk. Gaat snel. Dat gaat snel. Ja, het spelersom van Heerenveen is natuurlijk ook mega groot. Ja, dat is maar hier hebben wij, wij een, maar het is nu wel zo dat wij maximaal 28 spelers hebben. Dat speelt natuurlijk ook wel een rol. Geen tweede helft, ook geen jeugd. Dus dat is een groot verschil. Ja. Dus ja. En we hebben er op dit moment nog maar 16. 5 keepers. En een aantal spelers op proef. Dus daarin moet er een enorme slag gemaakt worden. Kantoren, directeur. Ah, ja. Ja, een type Jan de Jonge, ja, dat is recht voor zijn raap. Dat is eerlijk, dat is hard werken, dat is nuchter, dat is... ja, en dat past hier en dat past ook bij mijn eigen persoon, moet ik eerlijk zeggen. En ook zeker bij onze voorzitter Jan Smit. Ja, nou, we hebben toch goed contact samen. Hij, elke keer roept hij van, ja, ik ben geen kloon van Gert-Jan Verbeek. Maar als hij dat zou zijn, zou ik het helemaal niet zo erg vinden. Dat ligt mij wel, duidelijkheid ten opzichte van elkaar. Het zijn goede vrienden van elkaar. Dat zijn goede vrienden van elkaar en ik ben dus weer een vriend van Gert-Jan Verbeek, wat ik net zei. Ja. Dus dat gaat allemaal goed. Is ook al heel lang betrokken bij de club. Echt clubman? Mag je wel zeggen, ja. Ja. Hoe vindt u dan dat Jan de Jonge hier nou terechtgekomen is? Ik vind het wel aardig. We kennen elkaar al een tijdje. En, niet dat we bij elkaar op de vloer komen, maar... Gewoon eerlijk zijn, hè? Hij staat er nu bij, dat is altijd lastig, ja, hè? Nee, is niet lastig. Dat durf ik niet. Maar ik ken hem ook nog even de tijd van Emmen, ja. Dat hij daar was. Ja. Toen liep ik ook op in de club, dus ja. Over iedereen, hij past hier wel. Cultuur vind ik wel, en zo. Vind ik wel. Want je moet hier niet iemand hebben die... echt de bovenuit steekt als een grote jongen, want dat past niet in deze club. Nu je hier toch bent trainer, je kunt gelijk even de schoenen passen voor het pak. Dan ben je kijk, er mee. Dan doe ik dat. Van Bommel, dat is een aardig merkje. Dat is een goed merk, hoor. Ja, dat is een goed merk. 42 en een beetje, denk ik. Bij mevrouw. Of misschien wel 43. Dat is, denk ik, 42,5. Oh, daar gaan we zo. Nou, het moet ook niet te klein zijn, want dan is het ook geprust voor niks. Dankjewel, Charles. Nou ja, klaar. Hij is snel tevreden, hè? Ik heb gisteren een spijkerbroek. Gisteren een spijkerbroek gekocht in Heerenveen. En ik kom naar de winkel binnen met mijn vrouw en huppakee. En die vent staat zo te kijken. Ik kom ook uit Almoer, zegt hij. Nee. Maar een dag, hij werkte daar net. Hij werkte hier in de sportzaak. Ik had een vriendin in Leeuwarden. Hij was net overgeplaatst. Nou ja, zo klein is de wereld. Ja, het duurde 5 minuten naar een spijkerbroek, dus. Gaat nog zo lang duren. En voor weinig. Ja, ook dat. Gaat het ook met spelen? Een soort van gevoel van trots nu ook als je hier zo staat. Nou, dan ben ik toch hoofdtrainer van mijn club hier. Ja, natuurlijk is het hartstikke mooi dat je de kans krijgt om trainer te zijn in de Eredivisie bij zo'n mooie club als Heracles. Dat is toch wel een ambitie van je, toch? Om toch weer hoofdtrainer tuurlijk, in de tuurlijk, Eredivisie. Tuurlijk. Alleen je bent zo alweer druk met van hoe krijgen we het elftal op kracht en hoe gaan we ermee aan de gang. Dat speelt dan weer een rol. Maar dat was toch een moeilijke keuze, want Heerenveen is toch, als ik het goed begrijp, wel een beetje je club geworden. Ja, is ook zo. Dus blijft mijn club ook. Ja. Alleen, ik vind ook dat je als trainer jezelf ook serieus moet nemen om dingen... nieuwe dingen te ontwikkelen en ambitie is natuurlijk wel om ook hoofdcoach te zijn. Want in hoeverre hebben die perikelen bij Heerenveen met de directie en dergelijke nog een rol gespeeld? Nee hoor. Nee. Ik moet zeggen dat ik in de samenwerking met Hans maar gewoon altijd prima gewerkt heb en daar elkaar vrij lieten. Nou ja, prima. En de voetbalacademie daarin is natuurlijk ook een andere situatie. Dus dat hadden we goed voor elkaar met elkaar. Nou, en dat deed het ook samen mee. Nou ja, dat heb ik ook al eerder gezegd. Noem je de naam Veestra bewust niet? Of? Dat denk ik helemaal niet aan, omdat ik daar geen contact mee had. Maar doet het je dan ook nog iets van pijn? Raakt het je dan nog? Of wat? Wat er dan gebeurt? Zoveel ik heb dat ook al eerder verteld, dat het natuurlijk niet de Heerenveens is. Dat niet. Maar nogmaals, in de samenwerking die wij met elkaar hadden, hebben we daar niet veel van gemerkt. En goed, het zal met geld anders zijn, maar dat... Van geld heb ik geen verstand. Nu een nieuwe uitdaging. Zo is het. Ja. Veel plezier. Dankjewel. Ja.
Keertsen dan, het patroon van Gert Anna van der Bos zit er juist in slagen het 30 jaar oude record van de meeste haatlosse partijen te verbreken. Van der Bos, Triemstra en Iziger pakten juist in Haas de 42e overwinning en heeft daar nog één meer als Zaken Zaakstra, Johannes Bransma en Piet Jetsen Faber. Twee keer jeder helden ze de finale, maar slagen het krek net. Nou wol, in de finale tien Hendrik Tolsma, Tsjeba Hansma en Martijn Onlijnsma. Het wordt 4 van het rijden en Saitske Liek als teken Triemstra de bal flink boppen slaat. Iziger pakt net alleen nog het record, maar wordt op zijn jidje ook nog eens een keer de koning. En Jonken, de liefdevolle tuten van de vriendin, krijgt ook nog een etentje. Je bent de beste in deze tijd, wij winnen het in onze tijd. Ik vind het een geweldige prestatie dat Jim onze record verprutsen heeft. Er zal allemaal op je bijkomen, hoop ik voor Jim. We hebben wel even een lezen hoor, van ja, wat zeg je nou dwan? Bosje Blom is wat zutterig. Wij wonen Jim. Na het keertseizoen, uit Noorien, je hem draaien, mooi huis draaien, een hapje te eten en een glaasje bier, dan kunnen we het er even over hebben. Je meer dan alleen daarom, dat lezen we wel even. Nogmaals, proficiat, voor u betreft een geweldige prestatie. Ja, een heerlijke opluchting, bevrijding. En ik bedoel, er wordt een heel soort vermaken natuurlijk. Het is ook een belangrijke mijlpaal in de keertserij en die hebben we eens gekregen. En dat daar wat nijzer is, dat is wel begrijpelijk natuurlijk. Maar ja, dat is die wel een beetje druk op je. En je bent nou het allerbeste vrije formatiepartour aller tijden. Ja. Klinkt lekker, hè? Ja, dat klinkt super. Ik bedoel, ik denk dat je daar letterlijk nog eens om even om denken dat het... dat je dan echt beseft van, jeetje, wat hebben we hier? Ik heb nou ook al zoiets van, zo, dit is net niks vanzelf. Ik bedoel, alle mensen om je heen, wat er gebeurt, dit is machtig, joh. Ja, mooi. 1 kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer draven. Dan hebben we toch een kwad triathlon. In Stiens is Sneun in deze discipline uitvochten water hem of haar een jaar lang noordelijk kampioen nemen mij. Dit is Steven van der Paal, Utrecht. Hij verdient een sneur zijn titel. Verlien hier wist hij in Stiens te winnen. De laatste 1200 atleten, Malië, Vralië, Federaan, op wij voor haar een kwad triathlon. En al gauw loopt dit veld uit Magoor. Bij het keerpunt is het Rob Mutsus uit Oud-Gastel die het onderliering geeft. Steven van der Paal volgt makkelijk in vierde positie. Verrassend op het tweede plak, Menno Idema uit Drachten. Hij is al 49 jaar. Na 1 kilometer zwemmen komt Rob Mutsus als eerste uit het water. En daarbij is ook Steven van der Paal. Hij is goed bijbleun en komt als derde op de wal. En dan gaat het richting de fietsen. Vaar vier rondjes van 10 kilometer. En dat docht blijken dat Ljouwer Steven van der Paal de leiding in de wedstrijd oornaam had. In de tweede ronde had hij Rob Mutsus zijn reactie aanlitten en neemt afstand. Hij komt er ook als eerste om bij de wissel naar de dravende. En Steven is een goede draver. Maar ik kan in de vier rondjes van 12 hele kilometer net voorkomen dat de man die als vierde onder draven begonnen is, Rob Mutsus, hem voorbij stribbelt. En zag je de overwinning naar Rob Mutsus uit Oud-Gastel in een tijd van 1:58:34. Maar mooie tweede plak mooi Steven van der Paal die een minuutje later finisht hem wel noordelijk kampioen nemen. Ik was liever de eerste geworden en Nederlands, of Noord-Nederlands kampioen. Hij kwam van het vierde plak over, dat weer de wissel van de fiets naar Drenthe. Oké, ja. Ja, zoals ik al net al zei, hij kwam er echt loeihard overheen. En ik had daar gewoon geen antwoord op. Ik heb geprobeerd, maar dat zat er gewoon niet in. Heerenveen, Henk Cambuur, die had er al jaren noer. Maar daar komt het maar net van de groen. Bij het ijshockey is het wolslagen. Een keerwerkingsverband. Dus kunnen de Flyers en de Ljouwer Capitals, de grootste talenten van beide verenigingen, kwamen met Aron en Wiekan bij elkaar voor een gemeenschappelijke training. Maar als doel, het Friese ijshockey naar een heger plan te tillen. De grootste ijshockeytalenten van Friesland samelen haar op deze sneeuwentemoorn in een zeeltje boppen in het Tialfstadion. 29 in totaal. 15 talenten uit Ljouwer, 14 komen ervan uit Heerenveen. IJshockey is een kleine sport en we hebben wel gekeken van hoe kunnen we nou die sport gewoon verbreden en beter maken. Ja, dan kun je als twee clubs, als rivalen, de strijd aangaan, maar je kunt ook gewoon gaan samenwerken.
De dag begint met een theorieles. Daarna is het gauw omklaaien en dan naar boeten voor een pittige warming-up. Onder leiding van de zo'n 60-jarige Ivan Kotjanda. Let op daar! Hallo! Kotjanda is al jarenlang jeugdtrainer bij de Flyers. Sta in de weg daar! En hij is van het orenstempel en hanteert het motto: wat net jerren wil, die mat maar vielen. Ik als iemand te laat komt, 10 keer opdrukken en, of over de boarding springen, dat doen we gewoon hier. En dat maakt het niet uit of een jongetje 8 of 9 of 6 is? Nee, maakt niet uit. 3 dagen lang wordt er intensief getraind op het Simmeriers van Tialf. De Friese talenten zijn net ouder als 12 jaar en eens hebben ze alle jaar hetzelfde doel voor regen. Ze willen de top hellen. En hoe lang duurt het nog voordat jij in het Nederlands team zit? Maar volgend jaar naar de 12, ja, dat zie ik wel. Dat ik in Nederland sneeuw kom of niet. En wil jij graag later echt professioneel ijshockeyer worden? Ja. En wil je dat dan bij Heerenveen of bij Leeuwarden? Hier. Of is dat een domme vraag? Nou, ik woon eigenlijk in Canada. In de NHL. Martijn Oosterwijk neemt de doelman onder hand. Oosterwijk is de goalie van de Flyers en wordt gezien als de beste doelman van Nederland. En Oosterwijk zocht een soort talent voorbij komen. Ja, absoluut. Anders staan we hier nu niet. Het zijn altijd de mensen met talent die willen altijd doorgaan. Mensen zonder talent natuurlijk ook. Maar we maken hier gewoon gebruik van om het talent nog meer te ontwikkelen. Zowel de Flyers als de Capitals hebben profijt van deze gearwerking. Maar toch is er echt een kanttekening. Want de Flyers komt uit op het hoogste niveau. Had ik de betere faciliteiten. Ze zijn in alles krekt wat verder als de Leeuwarders. En dit had dan als consequentie dat de grootste talenten naar de Flyers gingen. Dat er bepaalde jongens straks al vrij jong goed blikken te werden. Ja, dan hadden ze zien dat je dus, die jongens eerst de kongetje maar een weerhending in. Dan krijgt Leeuwen toch altijd de 12e garnituur? Oh ja, voorlopig kijken wil ik een groot gaspaaien in Leeuwen, maar de baan moet komen. Het moet nou even groeien. En ik loop best, in Verlien, heel mooi weer in Verlien, had ik een knap eerste team gewoon. En wel mooi een soort inpats, maar ja, het kan dus wel. Een eerste stap richting de gearwerking is inzetten. Maar wat altijd een besteedseel is de sportieve rivaliteit tussen de Flyers en de Capitals. Waar is beter, Leeuwen of Heerenveen? Wij kiezen voor Leeuwen. Sommige jongens van Leeuwarden vind ik wel goed. Sommige jongens van Heerenveen zijn ook heel goed. Maar wie is nou de beste? Ja, dat weet ik niet. Maar is het dan ook zo, als jullie beiden op de puck afkomen en je ziet dat het iemand van Heerenveen is, dan doe je wat rustiger aan. Maar als die van Leeuwarden is, dan geef je hem een dikke bodycheck. Ja. Ik wel. En door de wisseling, kom op! Op schuiven! Dat bedoel ik nou, ze moeten wel luisteren. Ja, zeker. Dat doen ze ook al. En Rosa 4, dit is een bobbeslag. Aas is het laatste Friese Nijs in Juwet. Graag ontan. Dan.